De ICT Associatie Suriname heeft in het kader van de Digital Transformation Week een persconferentie gehouden. De associatie zal in verband met deze week een Digital Impact evenement houden. Het doel hiervan is om de steeds groter wordende achterstand op het gebied van ICT te verkleinen. Omdat Suriname al achterloopt op de technologische revolutie in de wereld, is het nu echt nodig om de achterstand in te lopen. Volgens Gina Berggraaf, voorzitter van de ICT-associatie, zullen er tijdens dit evenement verschillende issues besproken worden, zoals de human factor en citizenship. Dat is de klant van de overheid en daar verandert ook heel veel in. E-government is bijvoorbeeld een hot topic op dit moment, de digital government. Hoe kunnen diensten veel beter online gebracht worden? Hoe is de communicatie met de burger? Ook daar is beleid voor nodig. Dus het is voor bedrijfsleven en overheid. De reden dat we dit organiseren is dat we zien, vooral in Suriname, dat er achterstand aan het ontstaan is. Als je kijkt hoe we het doen in de regio, als je kijkt hoe we het doen ten opzichte van andere landen in de wereld, hebben we nog weinig beleid als het gaat om bijvoorbeeld 21st century skills. Banen komen te vervallen, nieuwe banen komen eraan. Ons onderwijssysteem is daar bezig op af te stemmen. We zijn er nog niet. Ook als je kijkt in ons bedrijfsleven. Er komen nieuwe groepen mensen aan, de millennials en generatie Z. Het zijn mensen die vooral online hun activiteiten uitvoeren. Aan de ene kant heb je dat de workforce dus verandert en dat dus ook beleid op die workforce afgestemd moet gaan worden. En aan de andere kant zie je dat de customer base verandert. Mensen gaan veel meer online, willen online al hun activiteiten uitvoeren. En we zijn er nog niet, dus we zetten dit ook dringend op de agenda vanuit de ICT-associatie, dat hier aandacht voor komt. Dus animo vanuit het bedrijfsleven, andersom, als je wil blijven surviven als bedrijfsleven, als bedrijf, als company, dan moet je hier wel aandacht aan gaan besteden. Diego Wolf, Program Director Digital Impact, geeft aan dat er sprekers uit het buitenland zijn gehaald. U hoort wederom Gina Berggraaf die zeggen dat niet precies kan worden aangegeven hoe lang het zal duren voordat deze achterstand is ingelopen. Dat heeft te maken met ons maturity level op overheidsniveau, op bedrijfslevenniveau. Als je kijkt naar, elk jaar worden er indexen uitgegeven. Eentje is van de International Telecommunication Union. En de ITU, en dat is de Global Cybersecurity Index bijvoorbeeld, is een manier om te meten hoe ver een land is ten opzichte van anderen in dat onderzoek. En Suriname staat op de 144ste plaats van de 175 landen die daaraan mee hebben gedaan. Dus dat is ernstig in mijn optiek. En daarnaast heb je ook de e-government development index. Dat geeft ook aan, dat is een onderzoek van de UN, waarbij 173 lidlanden getoetst worden en gerankt worden. En ook daar komen we voor op de 116e plaats van de 173. Dus dat wil zeggen dat we wat werk hebben om te verrichten. Tot zover Gina Berggraaf, voorzitter van de ICT-associatie in Suriname. Ze sprak vanmorgen op een persconferentie in het kader van de Digital Transformation Week. De persconferentie is gehouden in Hotel Palacio aan de Herenstraat.